Hi, welkom bij een nieuwe aflevering van Russell's Running Channel. Vandaag zijn we in de stad Saint-Étienne. Dit is een stad ten zuiden van Lyon. En naar wat ik heb gezien, een behoorlijke stad. Nou, we gaan eens even kijken hoe behoorlijk die is. Want de planning is om flink wat straten door de stad heen te gaan lopen. En even te kijken of er nog een paar mooie monumenten aanwezig zijn. Ik zeg, loop maar mee. We'll be right back.
Nou, we zijn nu op 2,5 kilometer. En het is best een behoorlijke start. Zoals ik in eerste instantie zie. Wat wel een klein beetje jammer is. Dat je in Frankrijk zit. En dat het in Frankrijk een beetje, zoals je ziet hierboven, grauw weer is. Maar ja, dat mag de pret niet drukken. Dan is het ook niet zo warm. Hè? Dus dan kunnen we ook een mooi eindje wandelen. Ik zie hier trouwens aan mijn rechterhand weer een of ander interessant gebouw. Volgens mij is dit een museum of zoiets. La Manufacture Nationale de Armes. Nou, lees het maar even, jongens. En anders zet hem maar even op pauze. Want we hebben niet de hele dag de tijd. Wij gaan weer een stukje verder lopen. En ik zie jullie straks alweer. Tot zo. Er bekruipt mij een klein beetje het idee dat rood hier groen is en groen hier rood. Dus daar moeten we even op letten.
Thank you.
Ach, ik zie daar weer een hele rij staan met mensen te wachten voor een gebouw. Préfecture de la Loire. Ik heb een beetje het idee dat dit ook een museum of dergelijk is. Ja, ik zie er een beetje binnen en het ziet eruit. Het ziet er een beetje uit als een museum. Een heel, heel mooi gebouw trouwens. Zoals je zelf ook kan zien. Het ziet er prachtig uit. Het is nog redelijk vroeg. Het is 9:30. Vandaar dat het waarschijnlijk niet zo druk is. Want ik heb gisteravond hier even gelopen. Nou, het was bijna niet te doen. Het was net Brussel. Dus wij hebben het geluk dat het nu nog eventjes lekker rustig en kalm is. Ik ga nog eens even kijken wat er verder nog allemaal voor mooie dingen hier zijn te beleven. En ik ga nog even een klein rondje rennen hier. En dan sluiten we daarna de video weer mooi af. Tot zo. It's a stain. Thank you.
Goh, toeval wil dat ja, het hotel dat ik geboekt heb, dat het hier is. In een ruimpje staat nog open, zie ik. Ja, bovenste ruimpje, vierde van links. Even lekker doorluchten. Dat was ook wel mooi, want de wijnhandel die zat al tegenover me en de supermarkt aan de andere kant. Nou ja, daar betaal je ook wat voor. Nou, dan weet ik ongeveer weer waar ik ben. En wij waggelen nog een stukje rechtdoor en dan doen we een rechts-rechtsje. En dan proberen we weer bij het beginpunt terecht te komen. Spreek jullie zo.
rechts, rechts, rechts. Is bij Jampie Noord. Rechts, rechts, rechts. Dat gaat van links naar rechts. Schuin naar beneden. Nog een keer rechts en links. En dan twee keer de bocht om. En dan is hij er nog niet. Maar ik denk dat ik een paar rechtsjes te veel heb gedaan of zo. Dus ik zal wel even een paar linksjes kiezen. En ik denk dat ik dan weer op de goede ritten zit. En ik zal me eerlijk toegeven hoor. Maps staat alweer aan te blaten. Nou, volgens mij is het allemaal niet zo moeilijk. En moet ik straks die straat rechtdoor. En dan niet meer links, niet meer rechts. Gewoon rechtdoor. En dan zien we vanzelf weer wat bekends. Tabakzaakje, of een oud huisje, een metro. Tot zo, jongens. Tot zo. Nou, dat was hem weer. Bijna 7,5 kilometer. Ik ben weer op het grote plein van Saint-Étienne. En we gaan hem zo even op traditionele wijze afsluiten. Ik spreek jullie zo.
Dit was hem dan, Saint Etienne. Een heerlijke run door de stad heen. Beetje grauw, had ik niet verwacht van Frankrijk, jammer genoeg. Maar niets aan te doen. De volgende keer zitten we in Zwitserland, Grand Val. Ik hoop dat jullie er dan ook weer bij zijn. Ik ga even lekker genieten van mijn sigaartje en mijn biertje en van de stad. Tot de volgende keer.